ADHD is dat je alles dat je wil doen, vraagt zo'n mentale effort. Snap je? Like mijn tanden poetsen. Ik moet actually like zijn van, ik ga nu mijn tanden poetsen voor 2 minuten. En beginnen is het ergste. Altijd. Like, je moet jezelf forceren om te beginnen en dan de rest is makkelijk. En ook denk ik dat dat komt met like, slechte short-term memory. Like, ik ga random shit onthouden van zo like, 10 jaar geleden. Maar wat je net gezegd hebt, maar no. Ik heb, hoe dat ik het noem, niet vastgestelde ADHD. Ik heb nooit een test gedaan, dus ik weet niet 100% zeker dat ik ADHD heb. Dus daarom, mijn man zegt ook van, dat is soms een trend om te zeggen, ah, ik heb ADHD. Dus daarom dat ik altijd zeg, ah, ik heb niet vastgestelde ADHD. Goh, kort uitleggen wat ADHD is. Chaos. Echt gewoon chaos. Ik heb ooit een YouTuber gekeken, die nu volg ik die niet meer, maar die zei het echt perfect. Dat is gelijk dat je hoofd aan 120 km per uur allemaal dingen tegelijkertijd is, maar toch zit je gefocust op één iets. Dus soms kun je dat wel echt hebben, dat als ik me probeer te focussen, bijvoorbeeld als ik een video moet maken en ik maak een storyboard, ik krijg 5000 ideeën tegelijkertijd, ik begin dat te doen. Ik heb al gehad dat ik begin te kijken voor een nieuwe microfoon, en na een uur ben ik ineens aan het kijken naar een andere camera of zo. Of ben ik een andere YouTube-video aan het kijken van iets compleet. Dus dat is echt gewoon, ja, iets wat chaos, maar toch, ja. Het ding is, met chaos denkt iedereen van, oei, dat is niet goed. Maar het is chaos, maar toch heb je toch... Beetje gelijk het spitsuur. Het spitsuur. Ik weet niet hoeveel dingen zijn er rond u aan het gebeuren. Die gaan naar links, die gaan naar rechts, het spits, het is file, dit, dat. Maar toch zeg jij altijd rechtdoor aan het rijden. Om het zo even filosofisch uit te leggen. Het is ja, een beetje gelijk spitsuur. Chaos. Er is maar één manier waarop je de dagen van Ieve kan omschrijven. Een rollercoaster van gebeurtenissen. Het enige wat hij nodig heeft, is een klein duwtje. Let's go! I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, moving on till I get it all. Choice, jij belt een ambulance. Wes, water in mijn rugzak. Komt goed. Sorry, komt goed. Zou het er bijna zijn? Als ik zeg, ik ga vertrekken, ik ben nog half in de douche. Oh, ik ben vertrokken. Ik ben mijn schoenen nog aan het aandoen en ik moet nog 5 dingen in mijn tas steken. En ik ga er 4 van vergeten. Het is maar een lichte breuk. Het zou wel minder erg dan verwacht. Oh, fuck. Ik moet door. Ik ben er. Kun je even rustig doen? Ja, sorry. Ik... Laat zitten. Heeft er iemand een idee voor een onderwerp? Nee. Ja. We zullen anders gewoon wat artikels lezen en inspiratie opdoen.
Dit was niet de eerste keer dat Ibe zo'n opmerking krijgt. Ik krijg soms echt wel gekke reacties als ik daarover praat met vrienden. Zoals bijvoorbeeld, ja, hey, allee Brit, ik zou dat nooit aan u geven. Je ziet dat toch niet bij u. Zijn je daar wel zeker van? En ik vind dat altijd raar, omdat mensen denken u beter te kennen dan uzelf. En ik vind dat altijd zo een beetje gek, dat ze dan zo van die veronderstellingen maken. Of dan krijg ik reacties van, ja, ik heb dat ook voor. En ik denk wel dat die symptomen heel herkenbaar zijn, maar ik denk het verschil tussen hun en mij is dat dat bij mij echt een last is. En dat dat bij mij heel destructief wordt tegenover mijzelf en mijn omgeving. En dan heb ik het er moeilijk mee, met die opmerkingen van, ja, zijt je zeker dat het wel zo gelijkend is? Want ik zie jou daar niet zo van afzien. Maar als ik daar dan met mijn familie over praat en met mensen die heel dichtbij staan bij mij, dan geven zij mij wel gelijk. En dan geeft dat mij ook wel een gevoel van erkenning. Zij maken dat ook allemaal mee. Al die uitbarstingen en al die kleine dingetjes. En dan dat contrast tussen mijn familie dat mij gelijk geeft tegenover mijn vrienden, is voor mij ook soms niet gemakkelijk. Dan heb ik het gevoel dat ik mezelf moet beginnen bewijzen. Of dat ik moet beginnen bewijsstukken tonen. Of dat ik ze moet uitnodigen als ik een meltdown heb of zo. Dus dat is soms wel heel vervelend. Van op een afstand lijkt het alsof deze drie studenten geconcentreerd aan het werken zijn. Maar niets is minder waar. Heeft er iemand al een idee? Het is 4:00. Ik stel voor dat we morgen weer verder doen. Soms zou het leuk zijn, moesten we gewoon een knop kunnen omdraaien en de persoon worden die anderen willen dat we zijn. Niet? De vraag is alleen hoeveel jij er dan nog overblijft. Medicatie nemen voor ADHD is ook zo. Ik hoor daar goede en slechte dingen over. Bij de ene maat hoor ik van, ah, dat maakt mij echt goed, dat maakt mij meer, dat ik meer kan concentreren. Bij iemand anders hoor ik dan van, ja, dat maakt mij zo wat lomer, zo wat minder ik, minder actief ook. Dus ik zou dat echt doelbewust gebruiken. Als ik weet dat ik een hele dag moet werken aan mijn bureau en moet concentreren, dan ga ik het misschien gebruiken. Als ik weet dat het werkt, dat is het ding, als ik weet dat het werkt. Maar anders, soms ga ik op een shoot, als ik een hele dag aan het shooten ben, dan is dat echt best dat ik dat niet gebruik, want ik haal mijn energie echt daaruit. Ik heb al dagen kunnen doorgaan dat mensen zeggen, hoezo ben je niet moe zonder Red Bull, en ik weet het zelf ook niet, dus dat is juist handig. Ik moet zien dat ik mijn relatine neem als ik dingen echt gedaan wil krijgen. Maar het kan ook dingen interessanter maken. Ik ga veel liever naar de winkel als ik geen relatine heb genomen, omdat ik dan zo constant inspiratie heb voor dingen dat ik wil koken.
ken mensen die ook het echt helemaal het omgekeerde zeggen. Die zeggen van, ik ga liever naar de winkel als ik creatine heb genomen, dan ga ik mijn lijstje afwerken. Want het is wel zo, als ik dat niet doe, heb ik zo dingen soms niet mee of zo. Voor ADHD, autisme heb ik nog geen medicatie, omdat dat ook nog iets is waar ik op aan het wachten ben. Ik durf nog niet echt verdere stappen te ondernemen, omdat ik nog aan het wachten ben, is het effectief wel zo. Want ja, het zou stom zijn om dingen te ondernemen die eigenlijk niet nodig waren. Ik hoop heel erg eigenlijk dat mijn problematiek simpelweg opgelost is door een pilletje. Bij sommige stoornissen is het ook wel zo. Of sommige personen hebben daar het geluk mee dat dat gewoon een imbalans is in de hersenen. En dat dat heel simpel kan opgelost worden door gewoon een herbalancer aan te brengen. Dus ja, het is een beetje afwachten. Is er iets? Ik ga naar het toilet. Ibe, wat? Ik heb gisteren voor de eerste keer weer relatie gepakt. Echt de slechtste ervaring van mijn leven. Waarom? Gewoon om wat rustiger te zijn. Ja, ik ben gewoon altijd zo druk en met mijn ADHD. Ik kan mij ook gewoon niet concentreren in de lokaal. Ik heb ASS. Blijkbaar. Kijk, Ibe, sorry. Het was niet mijn bedoeling om je het gevoel te geven dat je dat moest doen. Ik zal het in het vervolg. Nee, het is oké. Okay. En ik kan me ook gewoon niet concentreren in dat lokaal. Ik denk dat niemand van ons echt goed kan werken in dat lokaal. Maar we zitten hier nog tot 4 uur, dus ik stel voor dat we gewoon ons even rustig bezig houden en morgen beginnen met een nieuwe start. En dan zijn we zeker nog op tijd voor die eerste inlevering. Goed? Silent disco of wat? Ja, zoiets. Meestal gebruik ik ook wel zo'n noise cancelling koptelefoon. En je hebt ook zo van die oordopjes die zo ervoor zorgen dat er zo minder geluid is, omdat ik vooral door geluid word overprikkeld. Ik denk dat het makkelijker is als ik mijn koptelefoon op heb, dan kan ik zo wat meer focussen op het moment zelf en niet zo op alles tegelijkertijd. En dan kan ik bijvoorbeeld een boek lezen of zo, zonder dat ik gestoord word of ja, op mijn gsm en dan ja, is zo rust even. Maar je hebt ook zo van die dingen, gelijk dit. Dat je zo, dat is zo een soort ding waarmee dat je je kunt bezighouden. Ik weet niet, dat brengt je wel wat tot rust. Ik heb al een tijdje een fidget ring en ja, op momenten dat ik stress, ben ik daar wel heel erg mee aan het prutsen. En
ik probeer bijvoorbeeld, als het gaat over de symptomen van ADD, ADHD, zo het niet kunnen plannen, veel dingen vergeten. Ik probeer heel neig om agendas te gebruiken, om herinneringen te gebruiken op mijn gsm. Het is niet altijd zo gemakkelijk, want dan vergeet ik soms ook dat die dingen bestaan. Als ik daar niet elke dag mee geconfronteerd word, dan vergeet ik dat dat bestaat. Maar het is nog een beetje een zoektocht, hoe dat ik daarmee het best omga. Don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When